Lino Braaf, ik ben 16 jaar en ik speel bij Manchester City. Ik ben geboren in Amsterdam, Amsterdam-West. Ik ben opgegroeid in Oost, Amsterdam-Oost. Vanaf daar naar West. Zo ja, ik weet niet meer hoe het pleintje heet. Ik weet echt niet hoe het pleintje heet. De baasjes daar. Een jaartje fortjes. Daarna naar Ajax. Ja, mijn broer had me ingeschreven voor een talentendag. En toen ging het goed. 3 rondes gehad. Toen mocht ik me aansluiten bij Ajax Heerenveen. Er waren veel goede spelers daar. Dus ik dacht wel, ik maak een kans. Maar ik had niet echt in mijn hoofd van, ik ga het halen. Ik dacht van, we kijken wel hoe het gaat. Toen ging het. Eerste ronde gehad, tweede ronde gehad. Toen tijd er dan ook gehad. Zijn er spelers die je nu nog kennen? Met wie jij hebt samengespeeld? Ja, Ryan Gravenberg, Brian Brobbey, Kane Cairo. Narayso, veel spelers. Eigenlijk is het wel zo'n bijzondere lichting, want er zijn Ryan en Brian en jij hebben allemaal oranje gehaald. Ja, klopt. Ja. Toch moest je na 3 jaar weg, zeg ik dat goed? Ja, klopt. Ja, ze hadden me weggestuurd. Volgens mij was ik niet zo goed. Maar ja, het leven gaat verder. En wat heb je toen? Toen heb je je kicks heel hard weggegooid en dacht je, ik ga op hockey? Ja, ik dacht van stop met voetbal. Maar ja, mijn ouders zeiden tegen mij, ja, kom op, je kan het. Toen eindigde het naar AFC, jaartje gevlamd, PSV. Toen ik naar PSV ging, was ik 11 of 12. Je bent afgelopen jaar ben je dus bij PSV vertrokken, toch? Ja. Toen je 16 werd. Ja. Waren er toen veel clubs waar je naartoe kon gaan? Ja, er stonden wel een paar clubs in het rijtje. Manchester United, Manchester City, Chelsea, Bayern München. Ja, wel op Ajax, wel meer. Ja, wel op alle clubs. Ja, je gaat gewoon kijken bij de clubs en kijken wat ze te bieden hebben, wat het plan is van hun. Ja, uiteindelijk is Manchester City kwam met het beste plan. Dus mijn keuze was van Manchester City. Ja, ik hoop dat ik in mijn 18e, of eerder zelfs, 17, 18, mijn debuut kan maken. Ik ben met je City. En ja, ik hoop gewoon dat ik zo snel in het eerste kan spelen. Zo snel mogelijk. Ik hoop misschien nog maar 17, 18 dat ik al bij een club speel in het eerste. Ja, dat is mijn doel. Ik ben nog jong, dus ik heb nog tijd. Ja,